Vandaag 29 september zondag, de 26e zondag door het jaar. Vandaar is het heel bijzonder daar ook voor. We willen deze mogelijkheid om de paus te mogen zien en de Eucharistie beter wonen. Het is niet voor iedereen toch mogelijk. We willen ook van de situatie, maar het is ook in vereniging die willen mogen beleven, ook via de media enzovoort. Omdat Hij spreekt voor ieder van ons. Het is een grote genade. Laten we vandaag deze lezingen van vandaag ook in ons hart opnemen met een besef dat het een grote rijkdom is. Een grote rijkdom. De eerste lezing komt uit het boek Numeri. In die dagen daalde de Heer neer in de in en wolk, sprak tot Mozes en legde een deel van de gist, die op Mozes rustte, op de 17 oosten. En toen de gist op hem rustte, profeteerde zij, maar later hebben zij het niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven. De een heette Eldad, de ander Medad. Ook op hen rustte de gist. Zij zonden op de lijst, al waren zij niet naar de tent gegaan. En zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging het eens aan Mozes vertellen en zei: Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, die reeds een jonge man in dienst van Mozes gekomen was, zei daarop tot Mozes: Mijn Heer, dat moet u hen verbieden. Mozes zei hem: Waarom komt u voor mij op? Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde en dat de Heer zijn geest op hen legde. Woord van de Heer. Wij danken God. Dan, broeders en zusters, wij beginnen echt heel laag met de lezingen van vandaag. We gaan een trap opmaken tot naar de hoogste dingen. Maar we beginnen deze zondag met deze lezing, waarin wij zien dat in grote genade wordt geschonken door de zalving voor de zend van de geest van de Heer, maar dat er altijd aardse handelen, aardse woorden komen. En woorden van vergelijking, woorden van waarom, woorden van... Ja, we houden ons soms bezig met dingen die echt niet onze zaak is. En daarom komen wij vragen over die of dat of... Ja, wij verliezen soms tijd, als ik eerlijk mag zeggen. Maar het is een oproep om te zeggen: ik wil alleen dat de geest van de Heer op mij legt. En zoals Mozes zei, zou ik willen dat de geest van de Heer op iedereen gelegd mag worden. En dat is de tegenovergesteld mogelijkheid van een aardse handeling in woorden. Als wij geleid zijn door de geest, dan kunnen wij iets beter tonen en zijn en ook een blik hebben die verder gaat en die niet sluit op de slechte dingen of de dingen die niet goed zijn. Ja, er zijn heel andere dingen die goed zijn. En daarop moeten wij ook aandacht zijn. Daarna de antwoord psalm. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. De wet van de Heer is volkomen, zij sterkte de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, onwetenden maken zij wees. Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond. Maar wie beseft al zijn velen? Begeef mij ook wat ik niet weet. Beschem uw knecht tegen hoogmoed. Heeft die inmacht over mij.
dan zou ik rechtschapen en rein zijn, door geen gemeenheid bevlekt. Dus en zussen, deze psalm heeft voor ons ook deze verdere meditatie verband met deze reinheid. Dan zou ik rechtschapen en rein zijn, zuiver van hart. En deze zuiverheid van hart is een gave van God, in vrucht van zijn geest, maar ook in consequentie van onze schuldbeledenis. Vergeef mij ook wat ik niet weet. Soms zeggen we, ik vraag vergiffenis aan God voor wat ik denk dat het niet goed was. Dat is goed. Maar hier vraagt de psalmist vergiffenis aan God voor wat hij niet weet. Dat is nieuw, hè? Heer, op het einde van elke dag, sorry Heer, ik vraag vergiffenis aan u voor wat ik niet weet. Misschien heb ik iets fout gedaan, iets onjuist gesproken, onjuist gehandeld. Ik vraag vergiffenis aan u. En dat is in de wijze reinheid en zuiverheid. En als wij een zuiver blik hebben, broeders en zussen, zien wij goede dingen in de goede dingen. Als wij in onzuiver geest hebben, zien wij slechte dingen in goede dingen. En dat is een heel belangrijk punt om daarop te letten. Een heel belangrijk punt. Daarna de tweede lezing uit de brief van de Heer Apostel Jacobus. Broeders en zusters, hij die rijk zijt, weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot. Uw mooie kleren zijn door motten aangetast. Uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen. En als in u en uw vlees verteren. Schaten hebt hij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoor, het loon dat hij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid. En de kreten van uw oogsten zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der Heerscharen. Hij hebt op aarde gezwerfd en gebrast. Hij hebt uw bed gemest voor de dag van de slachting. Hij hebt de rechtvaardige gewonst en vermoord. Hij heeft geen wegweg tegen u. Woord van de Heer. Wij danken God. Dan, broeders en zusters, bij Jacobus is de taal heel recht uit. Wees niet bang, maar het is zijn manier. En daarom is hij een van de eerste die gedood werd, martelaar, omdat hij recht sprak. En niet om te kwetsen, maar om de waarheid te doen naar boven komen, naar buiten gaan. En soms laten we het verboden, dat is niet goed. Dat brengt geen goed resultaat. En hier zien wij dat de kwestie komt over rijk. Rijk zijn. En broeders en zusters, Jezus is niet tegen dat wij iets hebben. Dat moet duidelijk zijn. Anders gaan de rijken aan de kant zijn en zeggen dat zij slecht zijn. Nee. Er zijn rijken die heel goed zijn. Er zijn armen. Die heel rijk zijn. En die geen openheid stellen voor elkaar en voor God en voor de wereld. En dat is hier in symbolische manier. Maar hier spreekt Jacobus over de rijken die aan de aardse dingen gegaan zijn. En die verzamelen, schaten en schaten. Eindelijk, broeder Jezus, een persoon die rijk is in de zin van Jacobus hier is een persoon die wil alles voor zich hebben, hij hecht. En de plaatste zijn geluk op wat zij of hij heeft. En dat is hier het probleem, dat brengt rampen, zoals Jacobus zegt. Maar, en ook de rijken die onrechtvaardig zijn voor elkaar. Het loon dat hij heeft onthouden. En dat gebeurt soms bij sommige landen. Ja, overal, soms is het heel duidelijk, soms is het verborgen, maar op een keer komt dat naar boven.
Wanneer weten wij niet, maar God ziet wel van boven. En de arme heeft de rechtvaardigd, heeft hij gevonden en vermoord. Hij heeft hem weer tegen u. De arme biedt hem weerstand aan de rijk. Want ja, het heeft te maken met de aardse machten. En dat soms kunnen wij niet tegen. Maar de armoed hier is iets heel dieper en iets heel mooier ook. En de alleen onderdrukt te worden. En hier Johannes Chrysostomus, een heel belangrijk heilig in de kerk, hij zegt over deze contrast, dit contrast, deze tegenstelling, rijk en arm. De zonde van de rijken, zoals hebzucht en egoïsme, zijn voor iedereen duidelijker zichtbaar. De kunst van arm zijn is om voor alles op God te vertrouwen, niets te eisen en dankbaar te zijn voor alles wat gegeven wordt. Nou, het is heel interessant wat Johannes Chrysostomus zegt. De zonen van de rijken, zoals hebzucht en egoïsme, zijn zichtbaar, zijn duidelijk. Wij zien dat. En de kunst van arm zijn. Arm zijn in de geest is een kunst. Dat is mooi gezegd. En dat is in werk ook. In kunst, en het werk is op God alleen vertrouwen. Alles op God vertrouwen. Niets te eisen. Omdat ja, hij zijn armen die eisen, zijn dat wil ik niet, dat eet ik niet. En ja, en hij zijn ook rijken die eisen. Zijn ja, dat, niet dat. En wat zij weggooien, zal vele armen verzadigen. Vooral in acht en veel pijn en oceanie en ja, noem maar op. En het is voor ons een les. Om rijk te willen zijn in de geest. En dat is de zegen van Mozes bij de Israëlieten. In voorbeeld daarvan. We kunnen rijk zijn in de geest. Daarna het evangelie volgens Marcus. In die tijd zei Johannes tot Jezus. Meester, wij hebben iemand die ons niet volgt. In uw naam duiven zien uitdreven. En wij hebben getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van ons was. Maar Jezus zei, belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn naam, zal niet zo grift ongunstig over mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand u een beker water te drinken heeft, omdat hij van Christus zei, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet onthouden. Maar als iemand een van deze kleine die geloven aanleiding tot zonde heeft, het zal beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand uw aanleiding tot zonde te geven, hak ze af. Het is beter voor u vernietigd te leven, binnen te gaan, dan in bezit van twee handen in de hel te komen, in het onlustbaar vuur. Het is beter voor u kreupeld het leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is beter voor u met één oog het rijk Gods binnen te gaan, dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen, waar uw woord niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt. Woord van de Heer, wij danken God. Nou, broeders en zusters, het is Johannes, hè? In leerling die heel diep is, maar in zijn proces van rijkheid, van geestelijkheid, stelt een vraag die een beetje niet zo gepast was. Een vraag die uitsluit. En je zegt, nee,
belet hem niet, belet hem niet. Hij zou ook dat kunnen doen, dat mogen doen. En hier over de boodschap van Jezus nog eveneens gezegd, gaat over de liefdadigheid en de radicaliteit. Als u een beker water te drinken heeft, omdat hij van Christus zijt, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem niet, zeker niet, om te gaan. Broeders en zusters, de mensen die helpen Gods werk, krijgen in genade. En dat is geen media dat ik doe, maar het is een zegen. Er is een zegen over de mensen die dat beleven. En deze zegen is in consequentie ook van de liefde van God voor ons. Want hij beweegt het hart van mensen om juist tunners te zijn, om mee te werken aan de evangelisatie, omdat hij zorgt voor zijn armen. Een persoon die zijn leven heeft als missionaris, als God geweest, ja, die heeft een werk mogen hebben, maar die heeft gekozen, de keuze van God, en zich geofferd voor het leven in de geest, het leven van Jezus in de wereld, is in armen. En God, in zijn grote liefde, maakte deze samenwerking die heel gezegend is. En daarna de radicaliteit. Je zegt, als je hand u alleen tot zonde heeft, hak ze af. En hier is een belangrijk tip voor de verschillende punten in deze lezing die wij hebben gezien, dat een beetje in aardse houding, aardse woorden. Hoe kan ik daarmee om? Hak ze af. En daarvoor moeten we de Heer Jezus vragen, maar ook trainen. Trainen is wegen, trainen, beter denken, een zuiver blik hebben. Waarom zien wij soms alleen de fouten? Waarin zien wij soms alleen wat er niet gaat? Het is nodig anders maken in onze eigen manier. En dat is een radicaliteit voor onze eigen bekering. Dat is nodig, broeders en zusters, want wij zijn nooit volledig bekeerd. Wij gaan altijd bekering nodig hebben. Altijd beter zien, dieper zien, heilig op de andere zien. En deze genade van armoed en rijkdom, van heiligheid, heeft Heilige Teresa van Lisieux heel mooi ook beleefd bij de exhortatie die Paus Franciscus heeft geschreven, Set la confiance, dat is het vertrouwen, op nummer 17, zegt hij, het is de zoete weg van de liefde, door Jezus geopend voor de kleine en de arme, voor alle. Het is de weg van de ware vrede. Dan, Heilige Teresa van Lisieux en nu, zijn we deze dag van de novena, vandaag de voorlaatste, niet gisteren, maar vandaag. En Heilige Teresa van Lisieux is bekend door haar weg van liefde. Deze weg van liefde is voorbeeldig gevolgd door haar, maar het is uitgevonden door Jezus. Het is de zoete weg van liefde door Jezus geopend, voor de kleine en de arme, voor alle. Het is de weg van de ware vrede. Dan voor alle. Ja, misschien voel ik of weet ik dat ik niet klein ben, dat ik moet een beetje meer kleiner maken, dat ik niet arm genoeg ben, dat ik niet nog meer arm van geest kan worden. Ja, dat is voor alle. Dat is niet gesloten voor ons. We hebben een kans, we hebben een kans. En het is deze genade van armoed in de liefde die de ware vreugde brengt. Het is een heel eenvoudige boodschap, vandaar was kort. Twee zinnen. De ware vreugde vinden, liefde en arm van Christus zijn. En dat is genoeg voor een gelukkig leven op deze aarde en ook in de hemel. Vragen wij aan Heilige Teresa van Lisieux, deze genade, vandaag,
In vragen wij dat zij ook de intenties die wij het toevertrouwen zijn, ook maar ontvangen in haar gebed en als Gods wil is dat het werkelijkheid kan worden. Lieve Heilige Theresia, de kerk moet de kleur, de geur, de vreugde van het evangelie laten stralen. Zend ons uw rozen, help ons altijd vertrouwen te hebben, zoals jij hebt gedaan, in de grote liefde die God voor ons heeft, opdat wij elk dag jouw kleine wij van heiligheid kunnen navolgen. Amen. We willen u heer voor alle mensen die ook de genade van onze gebed nodig hebben. En we willen ook vandaag voor onze paus dankbaar voor deze inspanning om op bezoek te komen. Deze nabijheid als een vader, als een herder voor ons kerk, voor ons iedereen. Wees in goed Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons aan de zondags, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zuster en broeders, ik wil ook u nog eens uitnodigen en ik nodig u uit om deze video met deze informatie van de retreat ook door te sturen aan vrienden, familie, kennissen, mensen, van overal. Dat is open voor iedereen. En de Heilige Therese van Lisieux samen met moeder Therese van Calcutta van 5 september nog Heilige Therese van Avila binnenkort. Wij gaan een retreat houden voor de drie Thereses. Dat is in samen gewaagd retreat en dat is een goede kans om even meer kennis te maken met hem. Dat is ook een kans om onze benieuwd retreatenhuis echt te leren kennen, te zien en ook even contact te maken om te weten, hier kan je thuis zijn, hier kan je even tot rust komen. Bij zo'n retreat, bij andere mogelijkheden ook, die bij u misschien beter passen. Als ook niet om daarover na te denken en ook even helpen om door te sturen en ook andere mensen uit te nodigen. Dank u wel en God zegen u.